Ja, ik vond dat hij een enorm gepassioneerde toespraak heeft gehouden. Hij ging ook los van zijn papier. Deed een enorme oproep aan ons allemaal om ons in te zetten voor de menselijkheid. Daar kwam het op neer. Dus ik vond dat hij een heel goed verhaal had. Ja, want hij had ook een verhaal over de vluchtelingen. Daar zei hij, het is geen crisis wat betreft het aantal, maar meer een crisis van solidariteit. Hoe denkt u daarover? Ja, daar ben ik met hem eens. Hij schetste ook wat landen als Libanon, Jordanië, hij noemde Turkije, geloof ik nu niet. Maar als je ziet hoeveel vluchtelingen in de regio worden opgevangen. En een klein beetje wat wij hier in Europa en dus ook in Nederland kunnen bijdragen, dat moeten we gewoon doen. Ja, hij zei, we moeten wel solidair zijn. En daar heeft hij gelijk in. En Ban Ki-moon heeft Den Haag altijd wel heel serieus genomen als stad van vrede en recht. Zijn termijn loopt af aan het eind van dit jaar. Wat voor opvolger hoopt u dat er komt? Nou, iemand die weer zo enthousiast is over Den Haag als Ban Ki-moon. Dat is inderdaad waar. Hij draagt Den Haag een warm hart toe. Hij voelde zich ook heel erg op zijn gemak. Dat kon ik duidelijk merken, omdat hij ook losging van zijn speech. Nou ja, ik hoop natuurlijk op een opvolger die dat net zo gepassioneerd doet als hij.